Ik oordeel niet, ik ben kritisch. Fuck kick-out, zwarte Piet. Floyd is dood, wat praat je over Piet? Eyo, die boys gestikt toch? We hebben straks geen voedsel. Boeren worden weggepest door stikstof. Jouw leerkracht, wat met jou in het midden van het huidige stikstofbeleid? Nou, wij hebben vandaag samen met BMW hebben plannen neergelegd. 10 punten, dat kun je lezen op de website. Ja, 21.nl. Maar ook echt op een hele gewone manier heel snel korte metten kan maken met dit beleid. Want dit is gewoon de molensteen om de nek van niet alleen de plattelandseconomie, maar echt van gewoon allerlei mensen, hun families, hun bedrijven en eigenlijk ook wat Nederland eigen is. Hè? Dat boerenland waar we trots op zijn. Mijn neef staat hier ook nog ergens in het publiek. Dat is ook een veehouder uit Renswoude. Art, hallo! Daar is wel animo voor, denk ik. Wat gaat de PVV de komende tijd doen aan het stikstofdossier? Nou, we gaan in ieder geval zorgen dat iets achter het beleid stond. Iedereen met een beetje boerenverstand weet dat stikstof niet schadelijk is. En de natuur in Nederland is de afgelopen 40, 50, 100 jaar steeds veranderd. Is niets ergs aan. Meer stikstof betekent een groene... boodschap heb jij aan Christiane van der Wal? Christiane van der Wal, stop met de leugens. Stop met de aanval op onze fantastische agrarische sector. Want de grond van de boeren, die is van de boeren en die blijft van de boeren. Geen Stalinisme in Nederland. Het is een gezond verstand heeft. En als wij daar andere partijen in kunnen meekrijgen, dan is mij dat ook goed. En dan gaan we dat gewoon doen. Dat heb ik ook gezegd toen we werden opgericht. Dit gaan we gewoon doen en die zetel gaan we gewoon halen. Dat is allemaal uitgekomen. En alles wat ik in de Kamer heb gezegd is ook uitgekomen. Ze lachten me uit vanwege het feit dat ik de voedselzekerheid aan de orde bracht. Voedselzekerheid, we hebben hartstikke veel voedsel. Ja, nu zijn ze er wel achter dat als er een crisis is, dat die wereldvoedselvoorraad helemaal niet zo groot is. Dat die heel kwetsbaar is. Dus, nou ja, nogmaals, ik ga daarvoor blijven strijden. Tot zolang het nodig is. En kijk, jullie, ik steun jullie allemaal. Maar jullie steunen mij ook allemaal. En dat wil ik wel hier even gezegd hebben. In één woord, ja of nee, zijn jullie klaar als we de volgende verkiezingen anders stemmen? En hebben jullie allemaal nog één zin voor het publiek hier en voor de boeren die in de toekomst misschien op jullie gaan... ...uit mijn SGP-overtuiging zijn dan ook Ora et Labor. Dankjewel, Roelof. Caroline, voor jou. Ja, dankjewel. Wij staan in de startblokken nu voor de Provinciale Statenverkiezingen. We gaan in alle provincies meedoen. En dat voor heel Nederland. En de aanval op de agrarische sector is een strijd die ons allemaal aangaat. En daarom wil ik graag eraan toevoegen. Als onrecht wet wordt, wordt verzet een plicht. Dank u wel. Dat u ook met de mensen met wie u het totaal niet eens bent, het gesprek gaande blijft houden. Want zo doen we dat in Nederland. En dat is misschien ook de beste manier om een oplossing te vinden uit deze huidige crisis. Hier afspreken, mede dankzij Mark en de FDF, staan we hier vandaag, want die actie is daardoor georganiseerd. Mark van Hoeven, spreek jij in het slotwoord de mensen toe. Hallo Stenners! Het was weer een roerig weekje, waarin de pers ons niet eens uit elkaar probeerde te spelen als Lambo. Dat is toch mooi niet gelukt. En we staan hier dan echt met een mega demo vandaag, vooral namens jullie. Van allerlei mensen die zeggen, Mark, je moet niet dit zeggen of je moet niet dat zeggen. Maar er zijn ook heel veel boeren die mij ophalen die zeggen, ik voel het ook zo, Mark. Ik vind het mijn taak om dat gevoel een stem te geven. Dat is soms hard, dat is soms confronterend. Zeker als je zo'n linkse deurknaap bent, die graag de wereld beter wil achterlaten, maar wel 3 keer per jaar op vakantie gaat. Als je dan vervolgens zegt dat de boeren ook nog allemaal kapot gemaakt worden door Den Haag, dan kun je ook helemaal niks meer goed mee doen in hun ogen. Ik vraag ze dan of ze het kaartje van der Wallen bekeken hebben, die kleurplaat. Zie je die witte vlekken? Dan zie je de industrie, het verkeer en de burgers, die hoeven niet te reduceren. Onafhankelijk van hun afstand van Natura 2000 gebieden. Ik zeg, dan heb je hier toch de discriminatie van een beroepsgroep zwart op wit vanuit onze overheid. Dat is hard.
dat doet pijn. En bij wie doet dat het meeste pijn? Bij ons, of niet? Dan wil ik het met jullie ook nog even hebben over demonstratierecht. De volgende tekst wil ik jullie voorlezen, die komt van de site van Amnesty International. Iedereen en iedere groep heeft het recht om in het openbaar bij elkaar te komen voor een vergadering, protest of demonstratie. Zo is dat vastgelegd in de Europese dag voor de rest van de mens. Demonstreren staat vrij. Dus in principe mag de overheid aan een demonstratie geen beperkingen opleggen, behalve wanneer het echt noodzakelijk is vanwege de openbare orde of de volksgezondheid. Demonstreren is dus geen gunst, maar een recht. Je hoeft er dus ook geen vergunning voor te hebben. De burgemeester en politie moeten alles in het werk stellen om een demonstratie zo goed mogelijk te laten verlopen. Helaas gaat dat niet altijd goed in Nederland. Burgers die vreedzaam willen demonstreren, stuiten op allerlei problemen. Amnesty heeft er soms ook last van, bijvoorbeeld tijdens acties bij ambassade. Dus we zijn niet de enige. Om hele grenzen heen, met dit absurde reductieplan, gebaseerd op leugens en bedrog. Dan zijn we het allemaal over eens. Met de kop in de wind, Den Haag is bang voor jullie. Maar jullie zijn niet bang voor Den Haag, of wel? Nee! Strijden wij door tot het einde? Ja! Bedrijvigheid op het platteland staat op het spel. En niet omdat het vanuit Brussel gevraagd wordt, maar omdat men dat in Den Haag heeft bedacht. Stikstofcrisis, je loopt met de stikkap.